Monsignor Karel Tjuni heeft gisteren een discussie gehad met journalisten en mediawerkers over het onderwerp fake news. Hij deed dit in het kader van de herdenking van de 52e Wereldcommunicatiedag die door Paus Paulus VI is ingesteld in 1967. De monsignor hield de aanwezigen de boodschap van Paus Franciscus voor. Het thema is gehaald uit Johannes 32. De waarheid zal u vrijmaken. Met als ondertitel nepnieuws en journalistiek van de vrede. De paus spreekt u aan als zijn geliefde broeders en zusters. In Gods plan is de menselijke communicatie een wezenlijke manier om gemeenschap te ervaren. De mens, beeld en gelijkenis van God, is in staat het ware, goede en schone tot uitdrukking te brengen en te delen. Hij is in staat over de eigen ervaring en de wereld te vertellen en zo de herinnering aan en het begrip van wat gebeurde op te bouwen. Maar als de mens zijn eigen trotse egoïsme volgt, kan hij ook een verkeerd gebruik maken van het vermogen om te communiceren. Na het voorlezen van de boodschap wilde Monsignor Tjuni weten wat de aanwezigen vonden van de boodschap. Vooral omdat de paus een beroep doet op de journalist om een stem te geven aan degenen die geen stem hebben. Dus daarom denk ik dat de oproep van de paus terecht is. Dat het niet zomaar een beroep is, maar dat je een missie hebt. Hè? En de echte journalist moet zich onderscheiden van de amateur, degene die... echt verzint, of degene die moedwillig verdeeldheid en angst en vijandigheid zaait. Ik denk dat het dieper ligt, hè? Want als we kijken naar, het gaat niet alleen om de journalist, het gaat om media opleiding. Degene die de leiding geeft, wat wil dat bedrijf bereiken? Als we kijken naar bepaalde sensationele berichten, dagbladen, weekbladen of dergelijke. Het moet worden, de journalist staat niet aan mij. Dat is dat bedrijf. Ja, ik hoop dat mijn werk is, sommige mensen is zo sophisticated. Dat is ook aangehaald, dat is bijna waar. Ze onderbouwen met feiten die gewoon kloppen. En als je gaat googelen, klopt het ook. Maar die bronnen klopt niet. Als je verder zoekt, dan die bronnen is aangegeven in het werkstuk. Ik heb ook ontdekt, en daarom heb ik ontdekt dat nepnieuws in Engels van een bepaald gehalte, het vereist een bepaalde ability. Iemand doet dat niet. Die persoon die dat doet is hoogbegaafd. Een fragment uit de discussie gisteren met Monsignor Karel Tjuni. De bisschop heeft in het kader van de viering van de 52e Wereldcommunicatiedag met journalisten en mediawerkers van gedachten gewisseld over fake news. Als uitvloeisel van de boodschap van Paus Franciscus. De gedachtenwisseling vond plaats in het bisschopshuis aan de Henk Aronstraat.